Oh, wow. En hier, er is echt een soort van parcours hier. Ja. Zie je met zo'n compacte auto als die van jou wil rijden? Ja, ja. Dan moet je weten hoe een stuur werkt. Ja, precies, ja. Zo, we gaan weer eens op weg met de Wasstraat. Dat is echt lang geleden. Ja, veel te lang geleden. Zo voelt het in ieder geval. Tja. In ieder geval, we hebben er eentje uitgest... Nee, ja. Ik weet niet, wat was er gebeurd? We hadden met... In januari ging het mis, toen hebben we volgens mij maar één gedaan. Ik weet het niet meer. Ja, dat klopt, ja. Lang geleden. Ja. Januari was wel heel erg leuk. Ik heb al nog de goede reacties erop gekregen. Ja. Het lijkt een beetje aan te haken bij mensen. Mooi. Ik hoorde ook al mensen op de Hogeschool van Amsterdam erover, maar dat is die vriend van jou. Oh, Robert. Ja. Ja, fijn dat ik word gekeken door kennissen in elk geval. Hallo, welkom. Hoe is het met de kleine? Nou, dus welkom bij de podcast, de videocast voor één persoon. Namelijk jou. Dus ja, nee, maar ik heb er wel heel erg veel zin in. Dus, heb je ook een onderwerp waarmee je wil afkicken? Ja, eigenlijk een onderwerp die we ook in de eerste Wasstraat een beetje hadden aangestipt. En dat was open data. Oh ja. En ik werd getriggerd door wat activiteiten bij Hek de Overheid. Ken je dat? Ja. En, maar niet heel goed, dus leg uit. Hek de Overheid is dus een organisatie die zeggen van... door de overheid wordt een heleboel gegevens gegenereerd. En dat zijn dingen die uiteenlopen van het weer... tot aan waar zetten we de straatlantaarns aan... van alles en nog wat eigenlijk. Ja. Dat is echt alles wat de overheid doet. Ja. En eigenlijk de overheid die zegt van... wij willen die data willen we kunnen gebruiken. Mm-hmm. En je merkt het al een beetje aan de naam. Eerst was het zoiets van... We gaan echt de overheid een beetje tegen de schenen schoppen. En we gaan een beetje dwars er tegenin van... wij willen de eigenaar van worden. En lo and behold, overheid... Nou ja, wij betalen de overheid, dus die zeggen ook van... Wij zijn de overheid. Wij zijn de overheid. Wij zijn al die mensen bij elkaar die mensen... Maar even voor de duidelijkheid. Hek de overheid betekent niet maak sites van de overheid kapot. Nee. Maar het betekent hack die sites van de overheid. Ja. Op zo'n manier dat je er bruikbare, herbruikbare data mee kan. Zodat je er interessantere dingen mee kan doen dan precies alleen de overheid doet. En dat was dus ook in eerste instantie wat er aan de hand was. Er zijn een heleboel websites van de overheid. Maar die zijn afschuwelijk. Daar kan je echt helemaal geen hol mee. Ja. Maar de onderliggende informatie die daar beschikbaar wordt gesteld. Die is heel erg waardevol. Daar kan je echt allemaal leuke dingen mee uithalen. Dus wat zij hadden gedaan, een aantal initiatieven om dat gewoon op een prettige manier aan te bieden. Op een open manier ook. Ja, dat is vooral wat ze willen. Ze zeggen, data van de overheid is eigenlijk onze data, want wij zijn ook de overheid. Hè? Ja. De overheid is voor ons. Dus alle data die de overheid heeft, die moet openbaar zijn, zodat wij daar mee kunnen doen wat wij ermee willen doen. Precies. Maar dat moeten we dan ook doen. En wat zijn dan de belangrijkste doelgroepen? Het lijkt een soort van op te splitsen in twee doelgroepen. Namelijk bedrijven die leuke informatie willen bieden. Via apps of via websites of wat ook. Waardevolle informatie. En dat een beetje sociaal willen maken. Dus eigenlijk jouw data weer teruggeven aan jezelf. En de andere is journalistiek. Dus ervoor zorgen dat... berichtgeving gebaseerd wordt op data. En vroeger had je zeg maar bijvoorbeeld Centraal Bureau van de Statistieken. Die zeiden van, nou wij zien deze trend en er gaat van alles en nog wat gebeuren in de wereld van cijfers. En dan komt een persberichtje uit. Maar die mensen die hebben het heel druk. Dus die kunnen niet overal een berichtje van maken. En daar is dus open data voor. Dat je eigenlijk als journalist zelf kan besluiten wat waardevol is en wat het bericht waard is. Ja. Ja. En dat is heel stoer. Ja. Ik ben daar verder naar gaan kijken. Want het is best wel een probleem eigenlijk. Er is een heleboel data die gegenereerd wordt. Echt bijna letterlijk gegenereerd wordt. Dus als er een... als de nieuwe lichttijden van de straatlantaarns worden ingesteld. Is dat open data. Daar zijn wij allemaal eigenaar van. Dat mogen we inzien. Alleen het is heel erg moeilijk om daar overal apps voor te maken. Zijn er tijden
van dat het licht aan gaat, of ja, wordt dat door een LDR gedaan? Het ligt een beetje aan de buurt, maar vroeger was het in elk geval zo dat daar dus echt de stand of de zonsopgang en zonsondergang die werden gemeten. En op basis daarvan werd besloten of wanneer de lampen aangingen. Oh, ik dacht dat daar gewoon een soort van... Dat is het enige wat ik me van natuurkunde kan herinneren van de middelbare school. De LDR. En dat is een of ander sensortje die op licht reageert. En okay, dan een schakelaar aan of uitzet. Ja, nou, ik zie die wel inderdaad in heel veel fietsenstallingen. Weet je, waar het een beetje schemerig is en afhankelijk van of de deur open staat of dicht staat, dat de lamp dan aan of uit gaat. Ik heb een keer zo'n LDR gezien in België en die was onder een straatlantaarn gehangen. Serieus? Okay. Dus dan gingen de straatlantaarns aan en dan gingen ze uit. Omdat ja, precies, de straatlantaarns ja, aangingen. Ja, exact, ja. Beste plek ooit. Ja. Ja, ik denk ook misschien dat ze het bij openbare wegen of zo, waar dat minder makkelijk te implementeren is, dat ze zeggen van oké, okay, nu gaan ze gewoon allemaal aan. Ja, wellicht. Weet je wel, dus onafhankelijk van of het nu licht is. Okay, maar het is, ja, maar enfin, dus alle maar data... Maar dus echt een tering hoeveelheid van data. Echt een hele hoop. Ja. En de overheid die kan simpel... Wij kunnen het niet betalen. Dus wij betalen niet genoeg belasting. Zodat de overheid van elk klein stukje data daar ook een mooie app van kan maken. Of weer toegankelijk voor ons kunnen maken. Ja. Maar wat ze wel kunnen doen, is gewoon de ruwe data aanbieden. En dan hebben we het ook echt over data. Ja. En dat is iets wat ik dus, waar ik dus over nadacht. Van ja, open data is eigenlijk nog niks. Wij kunnen daar helemaal geen... We kunnen daar niks mee. Want het is gewoon een hele lange stream van... ja, een overload van data. Ja. Allemaal eentjes en nulletjes. Wanneer wordt het nou echt informatie? En dan moet ik een beetje mijn oude informatica leraar aanhalen. Data wordt pas informatie als je er iets aan hebt. Dus als je er iets uit kan destilleren. Ja. Dus als je een hele hoop van... Oké, okay, dit zijn alle slagende mensen op VBO van het afgelopen jaar. Ja. Ja, daar heb je niks aan. Je wil weten, wat is het slagingspercentage? Die data, die data eruit destilleren, dan heb je echt informatie. En dat gebeurt nog heel erg weinig. Zullen we even zwaaien naar collega's van de hogeschool? Hey, we rijden nu langs. Oh ja, je kan het eventueel zien op kant B. Ja. Ik merk dat kant B te weinig bekeken wordt. Kijk kant B. Ja, kant B is leuk. Ja. Die kijk ik wel altijd helemaal af. Ja, fijn. Ik heb dus nog... En de samenvatting heb ik ook helemaal bekeken trouwens. Ja, precies, ja. Oh ja, dat is ook iets leuks. Kijk de samenvatting. Als je dit, ziet, dan doe je het goed. Of niet. maar ik vind het een fascinerend onderwerp, want er zitten een heleboel dingen aan. Hè? Er zit bijvoorbeeld eigenaarschap op. Ja. Iedereen die slaagt op de VMBO, zijn naam staat ergens in een Excel-sheet die toegankelijk beschikbaar is. Mag daar zomaar iedereen, Jan en allemaal, mag die daar beschikking toe hebben? Hmm. He, dus in welke hoedanigheid mag data van de overheid beschikbaar worden gesteld aan de rest van de overheid of de rest van de wereld? Ja. He, moet je dat abstraheren bijvoorbeeld? Zeggen van, zoveel mensen zijn geslaagd in plaats van Jantje, Pietje, Klaasje zijn geslaagd. Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik vind dat inderdaad data van de overheid zou openbaar moeten zijn. Maar het moet net zoals dat we eisen stellen aan de data die Google heeft. Ja. Op privacygebied zou, denk ik, openbare data van wie dan ook zou moeten voldoen aan privacywetgeving. Precies. Ja, inderdaad. En dat is dus heel erg belangrijk. En ook een worsteling waar... de overheid mee zit, als hij dus... Ja, kijk, natuurlijk zijn er edge cases of zijn er gevoelige delen van data. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon hele algemene stukjes data. Ja. Kijk, het idee, want ik had het daar met een grote klant van ons, had ik het daar toevallig gisteren over. Mm-hmm. En die hebben gewoon een API, dat is dus eigenlijk... toegang tot de data, tot de rauwe data, dat ja, is er. Waar je tegenaan kan programmeren. Ja, dan kan je dus, als jij er iets nuttigs uit wil halen, dan is dat mogelijk. Ja. En dat is niet openbaar, dus die gebruiken ze alleen maar zelf. Ja. En ik zei toen, dan moet je lekker openbaar maken, want er zijn veel meer ideeën om met die data te doen dan dat jij ze, die kan je niet allemaal uitvoeren. Ja. Je hebt niet de hoeveelheid mensen en geld om al die data op al die slimme manieren te ontsluiten.
Ja, precies. Om een sling met dingen te maken. Dat heb jij niet. Dus als je het openbaar maakt, gaan andere mensen gaan iets doen met jouw data, waardoor jij meer geld verdient. Ja, en dat is ook een beetje het open data principe wat... Oh jongens, hele saaie minister van Rijkszaken, Donner. Donner, die heeft vorig jaar, het einde zomer of zo, heeft hij ook officieel data.overheid.nl geopend. Ja. Dat is dus eigenlijk alle overheidsdata, die kan je daar ophalen. Of in ieder geval een heleboel. Hè. Dus een soort van start. En is dat te danken aan Hek de Overheid? Ja, voor een heel groot deel wel. Want wat ze eigenlijk hebben gezegd van, nou ja, zeg maar, beste overheid, of jullie willen of niet, deze data gaan we gebruiken. En ja, dat gaan we omsluiten. Ja. En dat is het mooie, want hè, je hebt nu data, daar wordt dus informatie van gemaakt door journalisten of wie dan ook. Maar uiteindelijk wordt het content. Dus uiteindelijk gaat die journalist gaat een artikel schrijven. Of uiteindelijk gaat dat bedrijf wat een leuke app gaat maken, die gaat bij de toiletten van Amsterdam of zo, gaan ze foto's verzamelen. Of gaan ze de sociale statistieken erbij halen. Van wat is de populairste toilet in publieke toilet in Amsterdam. Of het schoonste of wat ook. Ja. Dus daar maken ze er echt content van. En dat is heel erg spannend. En er zijn dus een heleboel bedrijven die daar, ja, laten we eerlijk zijn, winst in zien. Maar bijvoorbeeld ook een heleboel belangenverenigingen, zoals gehandicapten, mensen die kinderen naar scholen wil sturen. Die willen daar gewoon overwogen besluit kunnen nemen. En daar helpt het ook heel erg bij. En dat is echt, ja, ik vind dat heel erg spannend. En het mooiste voorbeeld wat ik zo snel kon vinden, was iets wat eigenlijk waar de meeste van ons bezig mee zijn, Twitter bijvoorbeeld, is dat ze de gedelete tweets van onze ambtenaren weer publiceren. Dus er zijn een heleboel ministers die maken af en toe een typfoutje of per ongeluk DM'en ze hun vriendin via het publieke kanaal. Ja, dat verwijderen ze vervolgens. Ja. En dit is dus een soort van archief, want onze overheid, als die communiceert, dan is dat ook direct publiek. Ja. Die mogen niet geheimzinnig communiceren. Nou ja, dat mogen ze trouwens wel. Ja, echt waar, joh. Nou, ja, sorry, ik verwar me misschien met Amerika, maar... Dus ik heb het idee, ik bedoel, er worden, maar daar gaan we straks misschien even over praten. Ja. Misschien kunnen we er nu heen. Ja. Laten we dat nu doen. Ja. Geheim, de ACTA, ken je die wet? Of ja. Nee, niet een wet, het is een overeenkomst. Ja, precies, ja. Tussen Amerika en andere landen. Ja. Een trade overeenkomst, dus het gaat over... Handel. En daar is dus een die overeenkomst, dat is in een document gevat en dat document is geheim. Ja. Maar overheden moeten daarmee akkoord gaan. Sterker nog, het bestaan van ACTA was tot voor kort geheim. Ja. Niemand wist dat het bestond. Ja. En niemand mocht het ook weten. Nee. En dan wordt dus daar, het is geheim, maar de Tweede Kamer moet er wel mee akkoord gaan. Ja. Terwijl ze niet mogen lezen. Dan krijg je echt, dat is een natuurlijk een... Dat is waanzin. Ja, dat is een idiote toestel. Dat kan gewoon niet. En wat je nu dus krijgt, is dat dan een minister Verhagen... Ja. Die vindt het echt super belangrijk om de een of andere reden dat die wet wordt ondertekend. En niemand weet precies waarom. Alleen hij weet het. Maar hij vindt het heel belangrijk. Ja. En hij heeft nu... dus hij zegt van ja, maar er verandert helemaal niks voor de gebruikers. Dus dan kan je afvragen... Waarom moeten we die wet dan ondertekenen als er toch niks verandert? Ja. Waarom moeten we ermee akkoord gaan als er helemaal niks verandert? En toen heeft hij een lulverhaal opgehangen voor de NOS. Dat is echt gênant. Over over kinderporno. Hij zei dat met de ACTA was het mogelijk om kinderporno uit de lucht te halen. En ik dacht van, dat is allang mogelijk. Dat is allang verboden. Daar heb je helemaal... Ik zweer het je, luisteraars. En niet één keer, ja. In een kort interviewtje van een paar minuten, zei hij dat drie keer. Oh. Zei drie keer, er verandert niks voor de gebruiker, maar kinderporno, dat kunnen we aanpakken. Let op die cue, jongens. Als je kinderporno in de context van wat dan ook ziet... Dan is er echt iets mis. Dan hebben ze geen excuus om het te doen. Maar kinderporno is zo'n
primaire... Mensen hebben daar zo'n primaire reactie op dat ze direct zeggen dat mag niet. Dus we gaan deze alles wet doorvoeren. Verbieden, ja, precies. En dat is, wij schieten onszelf enorm in de voet daarmee. Probeer daar echt op te letten. Want in precies wat Fasiels net zegt. Maar het heeft er ook helemaal niks mee te maken. Nee. Kinderporno heeft niks met trade te maken. Heeft niks met copyright te maken. Heeft er totaal niks mee te maken. En hij haalt het erbij puur om een soort van emotie te creëren. Zodat mensen het denken van ja, maar de ACTA is goed voor kinderporno. Of tegen kinderporno. Whatever. Wat betere mensen denken die niet goed hebben geluisterd. Ja, nee, het is god. Ongelooflijk. Maar die Verhagen, maar die zit. Dan moet je eens goed. Elke keer, alles wat hij zegt, moet je heel goed naar luisteren. Hij zegt nooit de waarheid. Altijd dit soort dingen. Hij verbuigt het. En het is, daar hebben ze af en toe een handje naar. Ongelooflijk. Ik geloof dat we de HVA-route aan het doen zijn. Oh, of ja. Niet? Het tweede kantoor van de HVA hier. Maar de ACTA, wat daar wel heel erg interessant aan is, is dat er is nu momentum gekomen dat mensen zoiets hebben van, hé, what the fuck? Dus er is een soort van, mensen zijn erop gaan reageren. En dat is voor het eerst eigenlijk dat er op dit soort dingen echt massaal wordt gereageerd. En een van de mensen in de EU die het erdoor heeft gekregen, ik weet niet meer waar. Uit Tsjechië, geloof ik. Die heeft ze excuses aangeboden dat hij het heeft ondertekend. Oh, oké. Die heeft het ondertekend en daarna heeft ze excuses aangeboden en hij schaamt zich diep. Maar kan hij niet terug of zo? Of nee. Wat? Een van de mannen van de EU die eraan heeft gewerkt, die heeft zich teruggetrokken eruit en heeft een heleboel eruit openbaar gemaakt. Ja. Hoe schandalig het is. En de Nederlandse Tweede Kamer heeft het gewoon geblokkeerd. Ik ben daar voor het eerst dat ik echt trots ben op de Nederlandse overheid. Ja, op het algemeen vind ik het, zeker op het gebied van internet en wetgeving, daar is het angstig en dom. Ja. Maar dit is echt een goed besluit. Heel trots op. Heel erg, ja, heel erg goed. Ja, ik ben ook echt heel erg blij erop. Vertegenwoordigers. Ja. Maar ik denk ook dat het komt omdat wij vrij fel al kunnen reageren. En wij zijn mondig. Maar kan je voorstellen wat er dan allemaal gebeurt met een heleboel andere vakgebieden? We zijn niet allemaal werken aan het internet. Nou, denk eens na over wat in jouw vakgebied besloten wordt door de overheid. Is dat inderdaad het juiste? Klopt dat ook volgens jou? En bedenk je dan eens wat er met al die andere vakgebieden dan gebeurt? Ja, en deze mensen doen dat niet expres, of misschien wel, maar ze moeten in elk geval goed geïnformeerd worden. Maar het grappige aan de ACTA is dat het dus helemaal niet vanuit de overheid komt. Nee, het is Europa. Komt vanuit het Amerikaanse bedrijfsleven komt dit vandaan. Dit is dus een wet gemaakt door het Amerikaanse bedrijfsleven. Ja. Of een voorstel, een trade voorstel. Om zaken te kunnen doen met Amerika moet je het daarmee eens zijn. Ja. Maar het heeft ook invloed op wetgeving uiteindelijk. Ja. Het is een soort van opstapje naar, weet je wat, dan kunnen we het net zo goed formaliseren. Weet je, de meeste mensen hebben toch al ja gezegd hierover. Laten we er maar gewoon een wetgeving van maken, want dan kunnen we het ook enforcen. Ja. En dat is zo'n zuur ding, want beste mensen, bijna alles wat voor copyright en eigenaarschap, et cetera, dat is allemaal netjes al geregeld. Is al lang geregeld. Het is al te draconisch zelfs. Ja. En dan wordt het alleen maar, moet het nog meer straffen en nog slechter. En ik zag ook weer een mooie, ik weet nou niet meer of het nou de FBI was of de Nederlandse. Mm-hmm. Die hadden een rapport uitgebracht dat het internet wordt gebruikt door terroristen. Ja. En dat was echt, ik heb toen een tweet geschreven waarin stond, wegen worden gebruikt door criminelen. Ja, klopt. Precies hetzelfde. Ja, echt. En so fucking what? Dan ga je toch ook niet overal blokkades neerzetten omdat de infrastructuur wordt gebruikt. Dan ga je toch niet alles blokkeren omdat er een paar idioten zijn. Sterker nog, ik weet zeker dat wij allemaal meebetalen aan hashplantages. Door, weet ik wat, de bijstand van een of andere illegale hashkweker. Ik bedoel, Het heeft niks met elkaar te maken. Er is geen oorzaak-gevolg. Nee, het feit dat het internet bestaat betekent niet dat er terrorisme bestaat. Nee. Ik bedoel, het open internet is niet, of terrorisme is niet het gevolg van het open internet.
Nee, en het internet sluit ook geen wetgeving uit. Nee. Kijk, het maakt het wel heel erg interessant, omdat het internet een internationaal orgaan is. Maar in principe, als jij in Nederland iets verkeerds doet, ja, dan kijk, betaal je er ook... allemaal natuurlijk op de film met de was. Dat is zo jongens, druk, zeg, hey. Wow, en het zijn ook hele kleine auto's. Godsidorie. Wat is dit nou weer? Volgens mij het wil die middelste die wil terug. Is het patseruur of zo? Ja, inderdaad. Geteld, hè? Twee Land Rovers achter elkaar. Jongens, meisjes. We hebben maar één Mercedes, hè? En een Mercedes, inderdaad. Nee, toch die van ons, of meer? Even kijken, ja. We zijn de enige Mercedes, maar er is ook een BMW. Dus het is inderdaad gewoon patserieur. Ja, inderdaad. Met onze Mercedes. Helaas geen spinners. Heb je je plastic spinners al op je auto gezet? Ik zeg die laatst op zo'n auto. En dan denk ik, hey, spinners die moeten heel erg blinken en zo. En dit waren echt een... Die waren of heel erg vuil, of ze waren gewoon van mat plastic gemaakt. Lijkt net een grap. En ik geloof dat zij toch wel serieus cool probeerden te zijn. Maar goed, ACTA, ja, het is... moeten we... Ja, lees het bij wijze van spreken, want het is niet zo heel veel tekst hoor. Het is maar een paar pagina's. En hij is nog steeds geheim. Er zijn wat dingen uitgelekt. Ja, precies. Maar die dingen, die zijn, ja, dat is toch wel... Maar dat vind ik het meest bizarre, dat het geheim is. Ja. Wat? En dus dat was... Hè, er bestaat dus wel geheime dingen. En dat heeft over het algemeen altijd te maken met landsbelang. Ja. Defensie en weet ik wat allemaal. Dat soort dingen die konden geheim zijn. Maar dus blijkbaar ook handelsverdragen kunnen geheim... Dat is toch bizar dat je niet weet wat voor... Als je handel wilt drijven met het buitenland, dat daar dan geheime wetten bestaan. Ja. Dat is echt heel raar. Nee, hey, dat is ook raar. En, oh, trouwens, dit hoorde ik laatst. Iedereen weet dat Whitney Houston is overleden. Nu wel. Precies, nu wel inderdaad. Het zijn allemaal roddels over van... dat zij dus niet is overleden vanwege drugs... en ook niet vanwege dat ze bij 5 dokters tegelijkertijd... zelf de verdovingsmiddelen had gehaald. Maar dat ze nep-medicijnen had gekregen van iemand... Dus generieke medicijnen, dus niet van een merk. En dat die nep waren en dat, dus de, dat ze daar dat is overleden het... aan front. Dat wordt geroddeld. En als we dan eventjes 2 of 3 weken teruggaan, dan hadden we het over SOPA. En er zit een heel klein regeltje in SOPA. Dat eigenlijk alles wat geldt voor dat internet en copyright en illegaal handelen in video's, et cetera. Dat ook geldt voor... medicijnen. Ja, het gaat voor een heel groot deel gaat het allemaal over de farmaceutische industrie. Ja, precies. Maar eigenlijk, het gaat alleen maar over de medicijnen. Als je vergelijkt van wat de gemiddelde omzet is van de medicijnenindustrie, dan is de media-industrie is een kleintje. Ja, ja. De complete media-industrie, dus muziek en video en films en alles wat er omheen hangt, is ongeveer 100 miljard euro. Als je dan kijkt naar de verkoop van de top... Nou, wat zal het zijn? De top 100 medicijnen die verkocht worden. Ja. Heb je het over 800 miljard dollar. Dollar hebben we het over trouwens. Ja. Dat is bizar. Dat is nog niet eens met elkaar te vergelijken. Nee. Hoi, ik wou het Polish pakket alsjeblieft. Die wou ik pinnen. Oh, dat kan. Dan zit je daar. Ja. En ik zal hem niet in zijn achteruit zetten keer. Ja. Dat was de vorige keer. Ja. Dus die hebben gewoon een beetje wasstraatvrees gekregen. Nee, en die keer daarna, toen had jij te druk. Jij hebt eentje dat afgeslagen. Is waar. Ja, sorry. Maar daarvoor hadden we ook al eentje overgeslagen, dus... En hij was een keertje stuk. De auto. Oh ja. Dat was het. Dat was het, ja. Allemaal samenlopen van omstandigheden. Ga je gang, man. Ja. Gas nog onderin. Yo. Bonnetje erbij. Lekker. Koekje erbij. Akkoord, dankjewel. Dat mist eigenlijk nog, hè? Een kopje koffie. Doei. Doei. Een
koekje erbij. Zo, even goed kijken dat ik hem niet in zijn... En een charmant klein autootje zit ook voor ons. Ja. Hij kent me nog. Oh god. Kijk uit, hè. We krijgen allemaal signalen. Kijk uit, niet eens achteruit, hè, dit keer. Briljant. Jo. Krijgen we nou een plaatje in onze agenda? Zo'n ja, stikketje. Je hebt het goed gedaan. Ja. Oh, jongens. Maar qua feedback, het was... Ja, het lijkt een beetje aan te slaan, langzamerhand. En dan krijgen we goede feedback. Zowat, ook midden in de week. Hè. Meestal krijg je vlak nadat wij getwitterd hebben. Hij staat live, et cetera. Dan zeggen een paar mensen, hey, ik heb hem gelezen, bekeken, et cetera. Ja. Maar dat is, nu hoorde ik het gewoon midden in, zeg maar 3 weken na dato. Hey, ik heb hem bekeken, wat leuke content. En ga ermee door. Oké. Okay. Dus ja, dat is echt super. Mooi. Ja. Super om te lezen. Ja. Nou, ik krijg iets, nog altijd dat het te lang is, krijg ik elke keer te horen. Er is een 6-minuten-versie. En de 6-minuten-versie werd wel, daar werd wel positief op gereageerd. Ah, goed zo, die blijf ik dan maken. Ja. Nou, dit is heel erg leuk namelijk. Ik vind hem zelf trouwens ook goed. Ja. Volgens mij heb ik hem zelf ook bekeken. Maar het, is, ja, het is ook, het geeft voor mij, ik bedoel, ik ben dan al die onderwerpen aan het inventariseren. Dus moet je je voorstellen, zondag, prachtig weer, iedereen is aan het schaatsen. En ik ben dan lekker onderwerpen aan het typen. En de wasstraat 9 keer aan. Maar ik doe het echt voor mijn plezier. Mijn vrouw die wilde hem gaan kijken, Katrien. Ja. Dus toen ineens lagen we s'avonds op de bank. Volgens mij was het op een zondagavond en ik moest lessen voorbereiden. Ja. En toen hoorde ik ineens mezelf praten. Toen dacht ik, nee, alsjeblieft, zet even af. Ja, niet meer concentreren. Even de koptelefoon op. Het blijft toch een gaaf ding. Ja. Raar apparaat. Oh, kijk, en daar staat hij ook. Polish. Oh, dat is het deeltje. Ah, ja. Voor maximale glans. Ja, dat heeft deze auto. Ja, dat heeft hij absoluut nodig. Dat lukt niet. Ik denk, als we jouw auto glans moeten geven, dan moet er eerst bijt over of zo. Ja, het slaat nergens op. Opschuren. Ja, er moet gewoon een nieuwe lak op. Als je hem wil laten glanzen. Ja, dat gaat niet gebeuren. Tuurlijk niet. Daar ga je geen geld aan uitgeven. Wabber. Het is wabber. Raakt Kiki er al aan gewend? Ze blijft het tof vinden. Dan, als het filmpje is. Ja. Oké. Okay. Ja. Oh, kijk, dit is de wasstraat. En dan wil ze meteen kijken. Is de wasstraat dan? Dan moet ik doorspoelen naar. Nadat we door de wasstraat rijden. Oh, oké. Okay. Oh, wat leuk, joh. Dan zit ze echt zo'n beetje te gruwelen. Dat is echt voor haar is het een soort van horrorfilm. Weet je, dat had je, als je dan een horrorfilm kijkt, dan zat je in de puberteit, dan zit je zo'n beetje met een kussentje of zo, een beetje zo half te kijken. Nou, dat heeft Kiki als ze naar de wasstraat kijkt. Oh, zit ze van... Maar ze vinden het dus wel tof, ze vinden het echt spannend. Ja. Oh, wat leuk. Deze toch leuker dan die daarnaast. Ja? Dan neem ik deze voortaan. Ja. Ik heb geen idee wat het verschil is, maar... Nee, ik weet niet. Die discolampjes vind ik wel leuk. Zo. Ik zie echt helemaal geen fuck. Nou, we zien er weer door. Even de verwarming.
Even het raam een beetje schoonblazen. Oh ja, dan wordt het hier ook gelijk een stuk beter. Hé, hey, de ster staat nog recht overeind. Nee. Deze is milder. Ja. Dat is gaaf. Ja. Misschien heb je eindelijk dat slot gevonden of dat hij gewoon blijft staan. Ah ja, dat hij nu gewoon, ja. Maar nu zijn we een beetje afgedreven, want het was heel erg cool, die open data. Open data is ook heel cool. En toen hadden we het over ACTA en toen was het weer plotseling minder leuk. Ja. Maar ik vond het trouwens wel, ik vond het echt zo stoer dus, dat mensen denken van, oh, als onze ministers of onze ambtenaren praten over een vak en dat ook via Twitter doen, weet je wat, dat gaan we gewoon opnemen en dat kunnen mensen dan... terugkijken en dan weten ze ook wat een beetje de geschiedenis is en hoe die, ja. Hoe die ambtenaren dat zelf allemaal vinden. Maar dat is ook heel erg goed. Ja, dat is heel erg goed. Zeker Twitter en dat soort dingen die heel erg openbaar zijn, ja. Die doen mensen beseffen hoe openbaar dat hele internet wel niet is. Ja, ja en nogmaals, er zijn een heleboel dingen die dus eigenlijk al openbaar zijn. Maar wat mensen zich niet realiseren, dat daar dus ook een apparaat achter zit wat data bijhoudt. Ja. En dat is... ik zou zeker, als je het wil zien, we zetten een aantal links sowieso in de show notes op mastra.at. Of als je dat niet kan onthouden, mastra.tv. En dan kan je kijken van wat voor soort bronnen er allemaal zijn. Kan je een beetje er doorheen snuisteren en wat andere mensen er vooral mee doen. Er zitten echt hele leuke dingen door. Bijvoorbeeld dat je kan melden of er een straatlantaarn kapot is. Of hele leuke mashups met video's van, vanuit de geschiedenis van de locatie waar je bent. Want natuurlijk een heleboel musea zijn ook van de overheid voor een heel groot deel. En dus die collecties, nou, die mag je dus eigenlijk ook wat verwerken in je scriptie of leuke dingen mee doen. Dus. Ja. Ik had nog een onderwerpje over gadgets. Ja. Ik heb een... Daar ben ik helemaal niet van. Daar hou ik echt niet van gadgets. Ik heb een BlackBerry Playbook. Oh gaaf, jij hebt er een. Ja. En dat is een het werd toen door BlackBerry, zagen ze het zelf als de iPad killer. Ja. En het is, als ik eerlijk ben, ook echt een heel erg mooi dingetje. Oké. Hardwarematig. Ik vind hem ook qua interactie, hoe die werkt, zit hij super goed in elkaar. Het grote probleem is alleen dat er is geen content voor, helemaal niks. Oh. Dus je kan hem alleen maar... En wat bedoel je met content? Geen apps of geen informatie? Geen apps. Of... Dus je kan wel... Er zit een hele goede webbrowser op. Ja. Maar er zit bijvoorbeeld niet eens een mailprogramma op. Hè? Geen e-mail. Maar op een BlackBerry. Daar zijn BlackBerry's toch helemaal onbekend om. Van die hele rare QWERTY-achtige e-mails terugkrijgt van... heel kort af e-mailtjes. Nog kort af. Nou ja, dat is op zich niet slecht natuurlijk. Nee, maar goh, af en toe krijgen we wel eens een e-mailtje van een klant. En zo, ja, dat is goed. En ik denk van, nou, iets meer enthousiasme mag wel. Ja, ja, ja. Nou ja, zakelijker mag wat mij betreft ook wel. Ja, het hoeft precies. Niet nee, zo, het hoeft geen 5 pagina's te zijn. Nee, maar, het kan allemaal ook wel wat korter. Ja. Maar geen e-mailprogramma in... In het BlackBerry iPad ding. Nee. Maar ook geen... verder ook geen apps. En ja, dat is wel jammer. Ik dacht altijd... Apps zijn toch helemaal niet nodig. En mensen... gebruiken wel lekker het web. Ja. Het web is toch genoeg. Maar ik moet zeggen dat ik daar toch een beetje op terugkom. Ik wilde gewoon apps hebben voor die... op die BlackBerry. En is het dan de icoontjes op het desktop dat je makkelijker naartoe kan? Of? Bijvoorbeeld, maar ook, ja. Nou ja, dat zou al genoeg zijn. Maar dat is eigenlijk gewoon, nou ja. Dat kan met HTML natuurlijk ook. Dingen die data ontsluiten.
Ja. Het ziet er mooi uit en je kan er makkelijk naartoe, zoiets. Ja. Maar is het voor de rest is het interessant als alternatief op de iPad? Dus, weet ik veel wat. Zit er een leuke camera in? Of goede geodata? Goede camera zit erin. Ja, geolocation zit er natuurlijk in. Oké. Een hele goede browser. Het enige is, ik vind hem dus wel een beetje buggy. Ik heb hem zelf nog niet zo heel veel gebruikt, maar Katrien wel. De browser is buggy? Nee, het hele ding. Dus hij is al een paar keer vastgelopen. Ik heb het ook al een beetje gemerkt dat programma's, als die opstart, dat ze crashen. Dat zijn toch... Het ding bestaat al een jaar. Dan zou je toch denken, dat mag dan nu niet meer voorkomen. Maar dit is het apparaat waar eigenlijk hele afdelingen van CEO's voor zijn ontslagen, toch? Ja, en terecht. Want hun idee om geen mailclient mee te leveren, dat was geboren uit de gedachte. Want er zit een soort van share ding. Dat je dat je dan de mail van je BlackBerry telefoon kunt benaderen vanaf je BlackBerry. En toen dachten ze, vanaf je Playbook. Als je dan Playbook hebt, dan gaan mensen vanzelf een BlackBerry kopen als ze willen mailen. Dat dachten ze dus echt. Want niks is comfortabeler als een veel kleiner scherm. En als veel kleiner twee apparaten nodig hebben om een mailtje te kunnen versturen. Ja, daar hebben ze al uitvindingen voor, joh. Dat is een goed businessmodel. Trilt de auto? Een beetje, maar ja, niet opvallend. Oh, je bedoelt... Ja, nee, inderdaad. Hij hobbelt. Ja, oké. Okay. Ja, nee, dan moet je even bijkijken. Precies. Of nalaten kijken. Ja. Bijkijken. Oké. Okay. Dat is boven de 110, 120... Dus ja, ik reed te hard. Sst. Oh, sst, dan heb je gelijk de kit. Calamiteiten. Ik weet niet of dat ook klopt. Maar dus goede... Maar goede gadget dus. Ik vind het een tof ding, alleen ja... Maar ik heb ook gehoord dat de 2.0 al uit is. Is dat nou een nieuw apparaat dan, of is dat gewoon een nieuwe... Er komt een nieuw besturingssysteem. Nieuwe versie. Ja, ik kon dus kiezen of ik met de oude OS of met het nieuwe OS hem wilde. Oké. Okay. Want, dat was ook... Er was een BlackBerry-congres in de RAI in Amsterdam. Ja. En als je daarheen ging, dan kreeg je een BlackBerry. Of zo'n Playbook kreeg je dan. Oh, oké. Okay. En ik wilde dat ding al een tijdje hebben, omdat ik de interactie interessant vond. Dus de manier waarop er tussen programma's geswitcht wordt en hoe er... hoe je bijvoorbeeld... weer terug kunt gaan naar de applicaties, dus naar het systeem, of hoe je binnen een applicatie meer dieper kan gaan in de applicatie. Ja, precies, dat hebben ze echt heel erg mooi gedaan. Dat vind ik echt fantastisch. Okay. Dus ik wilde daar gewoon even wat meer ervaring mee hebben. Mm. BlackBerry Congres met Frontiers, als je Frontiers lid was, dan kostte dat €150 en dan kreeg je een Playbook. Oh, nou. En die waren toen de tijd, toen ik dat kaartje kocht, waren die iets als €400 nog. Klinkt geweldig. Dus dat was een goede deal. Ja, precies, ja. Maar daar had ik het vorig jaar nog over met een van die lui van de Playbook en een van de evangelist, een Playbook evangelist had ik gesproken. Ongelooflijk. Mooi is dat. Ja. En die liet hem zien. En die zei van, en ik zei van, wauw, wat een gaaf ding zeg. Ja. Mooi, fantastisch, die wil ik ook. En wat kost die? €500. Wat? Wat? Hij is duurder dan een iPad. En toen zei hij, ja, maar hij is ook beter. Ja, hij is veel kleiner namelijk. Ja, maar hij zei, hij is beter. En ik zei, dat zal vast zo zijn. Ik geloof je niet helemaal, want hè, je bent waarschijnlijk bevooroordeeld. Kom op. Maar oké. Stel nou dat hij echt beter is. Dat is niet de perceptie die mensen ervan hebben dat hij beter is. De perceptie van mensen is dat dingen van Apple het allerbest zijn. Dat is niet zo. Nee. Maar die perceptie is er wel. Dus als mensen €500 te besteden hebben aan een tablet, kopen ze een iPad en dan kopen ze geen ander ding. En dat is ook dezelfde fout maakte Samsung ook. Dat je andere, die Xoom, ik weet niet meer van wie dat is. Motorola. Motorola inderdaad. Ook, dat zijn, bijna Google inmiddels. De Xoom is ook mooi. Ja. Maar die was ook net zo duur als een iPad. Ja, als je dan kan kiezen. Ik kan meer, hè, grappig genoeg. Ik heeft SD-kaartjes die je erin kan steken. Ja, maar dat is ook weer zoiets. HDMI mensen winnen helemaal niet meer. Nee, inderdaad. En dat is.
Dat zijn technische bedrijven die zeggen ook zo van, nu met nog meer features. Ja, precies. Dat is featureitis. Ja, feature. Ja, precies. Ja. Ja. Feature creep wordt het ook wel genoemd. Featureitis. Dus dat is ook als een uitslag. En dat is ook een ding, daar had Windows altijd heel veel last van. Die had alles wat je maar kon bedenken zat erin. Ja. Alle mogelijkheden. En wat Apple altijd zei van, nee, dat doen we niet. Wij. We doen wat je wil, wat je nodig hebt. De basis. En wat je wil, dan koop je maar een app voor. Ja. En maar Windows had altijd alle mogelijke. En dat wordt altijd ook als features, wordt dat, als iets goeds wordt dat verkocht. Ja, ook aan developers. Meer features is over het algemeen helemaal niet. Betekent niet automatisch dat het beter is. Nee, dat is wel grappig, want dan heb je dus ook die analogie met die data. Zeg maar, in principe, wij kunnen allemaal bij alle data. Maar gebeurt dat? Nee, helemaal niet. Zeg maar, dat was gelukkig de andere kant op. Dus zeg maar, we hebben in theorie kunnen we bij alle data van heel Nederland. Maar dat doen we niet, omdat we hebben dat niet allemaal nodig. We willen eigenlijk de conclusie hebben. We willen eigenlijk de dingen die we echt nodig hebben, die ons dagelijks faciliteren helpt bij het dat leven. Faciliteert dat het bestaat, dat we er toegang toe hebben, dan kunnen we zelf al beslissen wat we ermee doen. Dat is wat Apple eigenlijk ook doet. Ja, precies. Nou ja, af en toe maken ze ook best goede besluiten van, weet je wat, dat hele, noemen ze wat... Adresboek krijgt geen toegang meer toe. Nee, precies, dat is onzin. Dat is een foutje van ze, hè? Oeps. Oh ja, wat was dat ook weer? Dat elke app die kon gewoon je hele adresboek uploaden naar een eigen server. Ja. Zonder te vragen. Nee, dat is dus niet zo. Ja, inderdaad. Zonder te vragen dat ze het ook op de server te zetten. Ja. Maar ze vroegen wel om, mogen we jouw gegevens gebruiken? Toegang tot je zodat adresboek. Zodat we je vriendjes kunnen opzoeken. Ja. Ja, of zodat we kunnen zien of we vriendjes zijn. In dit geval was het Path, geloof ik, de applicatie. Hele gave app trouwens. Erg mooi. Heel mooi, inderdaad. Als soort van opnieuw nagedacht over de interface. Ja, weer even naar de studenten. Oh ja, weer HVA. Nog meer HVA'ers. Maar wat ze dus inderdaad deden was per ongeluk die gegevens niet teruggeven of weggooien. Want ze dachten, weet je, het is heel goed. Stel je voor dat je vader of moeder nog niet op Path zit, maar over een maand wel. Dan sturen we jou gewoon even een signaaltje dat het nu wel het geval is. En dan kan je ze toevoegen. Ja, heel slim, goede feature. Maar mensen die vonden dat wel een beetje verdacht. Dat ze dus... Nou, het is een goede feature, maar zulke features moet je uitleggen. Ja. Wat ermee gedaan wordt precies. En je kan niet zomaar alles... Tenminste, met dit soort dingen zijn gewoon gevoelig. En realisatie moet er zijn. Ik krijg bijvoorbeeld de hele tijd invitations voor Facebook of invitations voor LinkedIn. En dat is... Iedereen gewoon... Sommige mensen hebben dan hun hele adresboek geüpload. Ingeladen, ja. En dan krijg ik daar... Omdat ik zit nu gewoon in Facebook. Terwijl ik nog nooit iets... Ik heb nog nooit een Facebookpagina gezien, volgens mij. Omdat ik er geen... Ik heb het niet. Nee. Ik zal straks wel even laten zien aan je. Oké, leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik hoor er veel over. Oh, jongens. Maar inderdaad, developers moeten daar helder over zijn. Ja. En het is inderdaad gevoelige data. Maar ja, laten we eerlijk zijn, die data die gaat heen en weer. Alleen, en dat is iets wat mensen zeggen van Android, dat je dat veel fijnmaziger kan instellen. Dus dat je kan zeggen van, je mag wel bij mijn camera en bij mijn GPS-apparaat. En je mag alleen maar de e-mailadressen die ik bijvoorbeeld in mijn contactenlijst heb, die mag je gebruiken. Volgens mij gaat niet nu, de telefoonnummers. Volgens mij gaat Apple gaat het nu ook doen. Is een nieuwe OS, zit een nieuwe tool, die is gisteren zijn er de eerste screenshots van bekend geworden of openbaar gemaakt. Ja. En er zit een tool in waarbij je kunt aangeven wat bepaalde apps mogen. Mogen. Ja, ja, dus kan je features aan en uitzetten van apps. Oh, dat is wel stoer. Dat is goed, want ze hebben nu dus hun eigen app store, maar ze hebben natuurlijk ook een hele grote scharen aan indie app developers die niet via de App Store dingen verkopen, maar die mensen wel willen hebben. Ja. En nu kan je dus toestemmingen geven aan die apps die je buiten de App Store om hebt gekocht. Nou, dat is wel heel erg. Dat is sowieso fijn.
Wat dat betreft, dan moet je mensen gewoon inderdaad een mogelijkheid bieden om, om gedeeltelijk iets mogelijk te maken. En dat is wat eigenlijk voor die path mensen een soort van een dealbreaker was. Want zij zeiden van ja, maar zonder die lijst van mensen hebben wij eigenlijk geen businessmodel. Ja. En daar komt het op neer. Die gegevens die doen ze natuurlijk deels om het voor jou makkelijk te maken. Dat je makkelijk je vrienden kan vinden. Maar het is voor hun is het geld in het handje. Want daarmee kunnen ze dus ook mensen berichten en getarget ook reclame sturen, et cetera. Ja, ja, ja. En dus dat is heel erg belangrijk. Ze moeten zo snel mogelijk, net als Facebook, dat is ook zo met snel die mogelijk gratis zo groot mogelijk apps, worden. Dat is gewoon... Ja. Ja, je kent het motto, hè? Als jij niet betaalt voor de service, ben jij het product. Ja, dan ben je en niet product. Hetgeen wat je afneemt. Ja, dus ik heb wel even naar Path gekeken, omdat het gewoon mooi is. Ja. Maar ik had ook zoiets, ik ken niemand hier, dus wat moet ik hier? Dus ben ik maar weer weggegooid. Ik wil ook niemand uitnodigen. Ik voel me altijd een beetje bezwaard. Ja, ja. Mensen, oh ja, nee, kijk. Ja, ik dit is tof. Ja, zeg maar, beste app ooit. Ja. En dan 2 maanden later, nee, dit is het echt. Ja. En dan zit je 5 sociale netwerken later in dezelfde maand. Oké, weet je, laat maar zitten. Het hoeft al niet meer. Dus ik, en dat, nou ja, goed, we zitten er al zo lang op. Ik weet niet, wat was voor jou het eerste sociale netwerk waar je op zat? Twitter. Ik was heel laat. Ik geloof dat het voor mij MySpace was. Nee, heb ik allemaal... Toen ik voor het eerst een podcast had gemaakt, dacht van, ik wil publiek hebben. Ah ja. En toen, dat was 2005 of zo, en toen was MySpace was nog helemaal de bee's knees. Dus was iedereen nog, dat was zeg maar het platform voor mensen die een publiek zochten. Ja, het is inmiddels, ze hebben het gerevamped, hè? Dat is mooi. Ah ja? Het is opgekocht. Het was het verkocht voor 100 miljoen en dan weer overgekocht voor 25 miljoen. 100 miljoen miljard. Ja, precies. Ja. Heel veel geld. Rare bedragen. En nu is het in handen van een of ander bedrijf en die heeft er een verfje overheen gegooid. En dat is het interessante, want zij zitten op de 's werelds grootste licentiepartij van muziek. Er zitten daar een heleboel bandjes op die daar hun muziek op neer hebben geknald. Oh, en die, ja. En die je daar kan kopen. En of luisteren of delen met mensen. En dat is echt, die is vele, vele malen groter dan iTunes, et cetera. Dat is heel interessant. Okay. Mooi. Nou, dat was hem weer. Doei. Doei.